Voor vandaag speel ik geen Fortnite. Ik speel vandaag Tom's Clans of zoiets. Rainbow Six Siege of zo. En ik ben samen met. Emil. Yo, en ik ga dus. Ik ga Frost zijn. Welk nee, wapen zou ik nemen? Welk wapen zou ik nemen? Nee, ja, eerst is Uzu. Oké. Okay. Ze zegt misschien ook welke wat voor ding dat doet. Dus het is teams, denk ik. Ja, maar nee, wat je idee is voor een serie. Ah, dus, ja, sorry, dank u. Dus de idee is, ik heb dit nog maar één potje gespeeld om eens uit te testen. Emil heeft al veel meer gespeeld dan mij. En ik ga hier een serie van maken, elke week één video. Ik denk, welke dag zijn die woensdag? Ik denk dat ik dan elke woensdag zal proberen. Of misschien probeer ik een dag later of een keer vroeger. En dan kunnen jullie misschien mijn evaluatie zien in de game. Want nu ben ik nog een redelijke bot. Uw super is dat zo een soort berentrap legt, maar dan voor mensen. En als iemand erin loopt, gaat hij gewoon instant doen. Nice. Heb ik een shotgun? Nee. Tenzij hij je gun veranderd hebt. Donkere gun? Wat zeg je? Ja, heb ik toch een shotgun gezet. Ik heb de eerste gepakt. Nee, dat is niet waar. De linkse. Ja, hij moest gewoon laten op welke dat stond. Oh, maar ik had hem in al verrust om te kijken. Oké, mensen, ik ben ook nog eens redelijke bot, dus ik ook als enkele vragen stellen. Nee, het is echt een zware bot, mensen. Tuurlijk, ik heb het spel maar twee potjes gespeeld in mijn leven. Ja, oh wel, dat is juist het leuke aan de serie, boys. Ja, man, en ik heb in mijn eerste kill gemaakt. En dat was mijn enigste kill. Nee. Hey, ik heb daarnet een goede deur afgesloten. Kan ik dit al sluiten? Nee. Nee, volgens mij hoef ik er een dude komen binnen. Nee, dat kan. Oh ja, binnen een seconde. Ja. Ik kan dat de motor. Oh ja, deze kan open hier, dit luik, hè? Dus let op. Ik kan hier niks zetten achter deze dingen, achter deze garagepoort. Maar die garagepoort is toch een softwall? Nee, dat is al reinforced. Oh, dit is de reinforced. Oké, okay. Kan die reinforced dood? Kapot? Oh, nice. Ah ja, tenzij dat hij een upgrade heeft om dat kapot te maken. Mm-hmm. Ik zit toen achter deze motto, dus Sorry, ik ben het echt geweest. Okay. Hey, wacht. Ik kom naast jullie. Hey, zeg maar als er iemand in de buurt komt. Oh, er is een bom naar beneden of zoiets. Nee, dat was ik. Dat was mijn ding. Dat was mijn droom. Als er iemand waar in de buurt... Ja, wacht. Ah, zo. Oké. Ja, ik snap wat ik bedoel. Nu staat iemand boven aan de stairs. Een Hibana. Moet ik om de hoek kijken zo? Wacht, Ik ben bang van rechts. Dat is wat ik bedoel. Ik ben bang van de nieuwe rug. Kut. Maar hier is een bom wel. Volgens mij loopt hij daar. Hier, red hier iets. Red een ding. Oké, nu zijn die ook niet dom en nu gaan die gewoon ons komen neuken. Oh ja, crap. Er is iemand! Is hij neer? Ja. Oh, ik net zei, hij is injured, denk ik. Oh, een bom. Niet vergeten dat een shot binnen. Ja. Deze teammate hier bij ons heeft alles gedaan. Jongens, zelfs dus de eerste ronde. Maar nee, deze dude die de laatste heeft gekillt, die wegvullen. Oh god, die heeft cool wapen. Iemand heeft mijn kill gestolen, man. Oei. Oké. Dus vergeet natuurlijk ook al niet te liken en te abonneren. En deze video te sharen met je vrienden. Hè? Oh mijn god. Ik weet al wie ik ga zijn. Echo. Nee, fuck off. Oké, ik zou iemand anders zijn. Oké, ik heb Frost zijn. En ik laat zijn wapen staan op wat het staat. Niet de shotgun, hè? Nee, ik laat het gewoon staan op wat het staat, hè? Maar ja, als je het daarnet op de shotgun hebt gezet, staat nu nog steeds op de shotgun. 9 mm C1. Ja, nee, dan is het goed normaal. Oké, Miels is echt gewoon een rare dude recruit. En natuurlijk, dus laat natuurlijk ook weten in de comments als jullie dit leuk vinden. Of dat is ook zo'n serietje gaan starten. Of dat jullie ook een andere serie willen zien of een andere game op dit kanaal. Dat is natuurlijk ook altijd welkom. Jullie horen ik graag.
Ik vind het persoonlijk een goed idee. Dit zo, dit zo. Hopelijk halen we flawless victory. Ja, ik heb hem nooit verloren. Oh, dat is dit wapen van hem. Oh, dat is cool. Doe een keer. Dit. Oh, dat is nice. Dat is alleen een duty gun. Let op, hè. Dat heeft nog gekke recoil. Ja, eigenlijk dan net. Dat zag ik ook. Wacht, waar is de bom hier? Oké. Domme is dat al redelijk dat ik echt binnen nu. Leg u, doe als je voor een deur staat, R1 en dan vierkantje inhouden. Deze deur? Maakt niet uit. Gewoon, nee, een deur bij onze boomkamer. En wel, ik ben in de boomkamer. Ja, oké, ja, doe dan maar langs de binnenkant van de camera. Ja, zie hier deze. Ja. Kom eens naar mij. En dan? Wanneer ik. Oh. Gewoon aan, in de binnenkant van een kamer waar een bom staat. Ja. R1 en dan vierkantje inhouden. Waarom werkt dat niet? Wat nu heb ik het prolen kapot gemaakt. Maar klik R1, dat je super gebruikt. R1, ja. En dan vierkantje inhouden. Maar hij, waarom werkt dat niet? Maar broer, hij is echt een bot. Zo, wow. Ik moest daarvoor een beetje staan. Kun je even deze raampje terugzetten? Blijkbaar was een raam dat ik dat wel eens ging proberen. Ik zat in een bommenkamer met mega veel raampjes. Dat maakt niet zo veel. En van die soft raampjes. Hoe is er één bom of zo? Zie je, dit is een mijn. Oh, waar zijn je? Daar. Ik zit in een oh, kom. Ik word beschoten. Let op, door die softwall. Op zout. Oh mijn god. Het is dan een fight. Onze teammate gaat misschien dood. Nee, onze teammate is dood. Ik blijf hier twee... Leeft hij nog? Ja. Deze dude heeft dat shield. Dat is die shield. Ik heb er twee. Ik zeg het, u had die shield, man. Waarom kan je niet door de shield? Ik kan die guy net niet. Ja, maar ik wist echt niet wat ik aan het doen was. Oh, maar zeker het dan toen schild. Oh, en sorry mensen, als jullie mijn pleesjes ziek hard horen, dat zou echt goed kunnen. Waarom is mijn pleesje zo luid? Dat is echt gek, sorry man. Even stil. Ik ga gewoon uitkampen, zo de fuck. Kei is aan het omlopen. Oh, ik denk dat hij aan het diffusen is. Wat? Die guy wil gelijk headshot of zo. Dat is echt lucky, man. Kijk. Wat? Dat ding stond niet eens op mee. Jawel. Oké, mensen. Sorry dat de plekje misschien zo luid is, maar... Oké. Dus nu de voortuin hike.
Ja. Operators. Ik wil bug zijn. Ja, nice. Oh, maar welke we zijn nog zijn? Maar met drie César. Oh, bro. Welke zou ik zijn? Cammers of C8's? Mama, ik speel nooit met bug. Okay, dus we zijn al 3v4. En sorry mensen, dat ik niet conclude, maar ja. Kijk, ik heb bug. Wow, mensen, we zijn met drie. Hoeveel staat nu eigenlijk qua rondes? 1-1. We need to locate a bomb. Ik weet echt totaal niet hoeveel. Nee. Jij achterlijk, Louis. 1-1. Ook is niet zo. Nee, die guys hebben een team killed. Lekker. Nice, boy. Ja, het is in de kelder. Ah, ik ging net naar boven. Hoe gaat het in de kelder? Ik heb ze allebei gelocated. Ja, ik zie de bom. Oké, okay, mensen, dan er gaan progressievideo's komen dan. En jullie gaan waarschijnlijk echt een duidelijk verschil zien dan. Ja, ik zie de teammeter dus, doodleggen, yo. Ik denk al dat dat een leuk beetje is. Ja, zwaar. Ah, ik zie hem hier. Hé, maar hoezo zijn eigen supergroepen? Kijk, iemand. Oké. Ik wil even eerst zien hoe dat schiet, maar ik weet niet wat ik mee. Oké, dat schiet nog goed. Wat is mijn ult? Ja, maar ik weet dat niet. Ik heb bug niet. Ik zou het checken? Ja, ik ga checken. Enemy detected outside, dat ook. Oh ja, die zit in de kelder, dat ding. Oh, dat reload alles, denk ik. Dus extra ammo, extra bommen. Drone hey, hoe plaats ik weer een bom? Hey, er rijdt hier iets. Hier is die bommen, jongen. Ja, maar die dude heeft mij zien zitten, hè. Onze teammate weet dat niet of zo. Wel chill dat iemand. Kan ik dat ook weer zien als ze weer buiten gaan? Ja, normaal wel. Oh, nu is mijn plezier aan het trippen. Oké. Beetje bang, hè? Hier zie ik. Ik heb er twee. Bom op het bak. Maar die zit nog in de kelder. Ja, ik ben toch. Oh. Ik heb probleem met teammate gekillt, denk ik. Maar hij is echt domste daar. Ja, ik schrik me dood. Er staat opeens iemand voor mij. Gast, ik schrik me dood. Er staat opeens iemand voor mij. Nee, hoe dan? Maar ja, heb het verneukt. Daar wil ze daar weten. Dat weet ik. Ik kan daar niet door. Ja, ik kan er niet door. Ga naar achter, ga terug, ga terug. Ja. Hier blijf zitten. Nee. Oh. Je kunt daar niet door. Je kunt daar niet door. Ja. Ga maar terug naar boven. Ik ken er niks van. Hij speelt met sniper, hè? Ik weet niet of dat door hebt. Oh, je zieke donder, man. Ja. Je moest kijken naar de raam, hoor. Hey, doe iets. Heb nog maar een minuut. Haar rechtdoor in deze kamer. Naar deze? Rechts. Ja, ah, deze. En dan... Nee, nee. Oh, hij is echt achter. Ja, rechts. Man. Hier, ik heb rechtdoor in deze kamer en dan rechts. Hier? Ja, ga daar. Ga daar naar beneden. Je ja. Moet toch naar de kelder. Is er rechts een doorgang? Ja. Diffuse, diffuse. Klik vier. Doe zit er achter aan vierkantje inhouden. En zie, schiet, schiet. Nice, go in. Oh. Net mijn mikker niet op. Stel ik voor moest ik die gekild hebben. Dat is wel nice geweest. Ja, dit is wel de progress video, dus je ziet het wel. Ik natuurlijk nog gelijk ben. Ja, 3v3.
Oké. Okay. Gelukkig gaan er ook al mensen bij hun weg, man. Anders? Ja. Ik doe altijd woord en... Ik vond die sniper eigenlijk nog nice. Als ze dit verliezen, dan zijn we in totaal verloren, dus... Mhm. Moeten winnen. Ik heb het andere wapen een keer. Sorry mensen, als dit een beetje een lange vit is, maar ja, ik ben een beetje geen bo. Ja. Fortnite is ook langer. Altijd rond de 15 minuutjes. Oké mensen, ik ben Buck. Weer, ik vind die echt nog goed. Ik vind die sniper goed, maar nu heb ik het andere wapen eens. Dat is een shotgun. Dat heb je flauw die. Het gaat niet, allee, het kan nog kelder zijn, maar ik denk het. Ja, ik volg het. Maar nee, dat is dom hè, waarom zou je nog niet volgen? Maar inside hè. Oh, ik hoor schoten. Oh, wat zijn er dudes? Volgens mij heb ik de bom gevonden. Ja, 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 ik heb een bom gevonden. Ik heb een bom. Ja, en ik ga B lopen. Ik zit toch op deze muur die ze zelf hebben gemaakt. Nigga. Zie je, stoppen die van muur gemaakt. Ja? Ik weet niet of je weet dat aan het opnemen bent. Ja, sorry. Ik heb dat niet gezegd trouwens. Racism is not okay. Ja, dat is wel. Dude, Floyd. Insertion in 10 seconds. Ik ben trouwens geen racist. Insertion in 5 seconds. Dat was gewoon te vond. You found a bomb. Make your way to its location. Ja, dan moet die fuser droppen. Die drop die fuser. Ik ben letterlijk hier als een storm, dus niet denken dat ik dat ben. Dus ik vind dat erg. Ik weet niet of ik hier naar boven wil gaan. Ik ga via de zijkant. Allee, achterkant van het. Anders hebben we dit versterkt, denk ik. Ah, what the fuck, Vince. Oh, yo, teammate. Rampen is er weg van hun dudes. Ja, haak er een beetje aan. Oké, okay, maar hij mag ook al geen nade op mij smijten, hè. Ben binnen. En boven binnen. Nice. Ik zie de bommen. Alleen niet letterlijk, hè, maar ik zie de bommen staan. Ik weet waar ze zijn. Redelijk dicht. De kamer naast mij. Ik heb mijn teammate aan het infiltreren. Twee anderen. Wij zijn alle drie de kamer aan het stormen. Hij staat daar, hij staat daar. Hij is gekilled, denk ik. Ik weet niet, ik heb hem, denk ik, of dat gekilled op tel heb ik hem low. Ik heb nog een injured. Ik heb een bom gesmeten ergens. Ja. Volgens mij heb ik hem gekilled met mijn bom. Nee. Oh nee, hij wacht. Dat iemand heeft gekilled. Ik moet letten van deze prikkeldraad hier als ze kut. Kan ik er iets tegen doen? Ja, je kunt daar echt in horen om druk. Allee. Deze muur is zojuist trouwens in de. Wacht, ik ga snel lopen naar de overkant. De diffuser is now secure. Ja, ik net zei die diffuser. Ja, nu loop ik terug. Waar staat hij? Zat hij achter die softwall? Ik weet niet waar hij is, maar ik ga hier gewoon diffuseren. Smash, goed hij op u. Ik ben aan het planten. Ja, ik heb gepland. Nu moet naar hier komen. Kom naar mij. Ja, hij staat hier, hij staat hier, hij staat hier. Ja, oké. Okay. Ja, hoe beschermen nu dit? Hij mag dit niet binnen de tijd doen. Ik zou hem daar daarnet staan. Hij zat daar in die deuropening, vandaar dat hij daar naartoe heeft kunnen schieten. Hij heeft mij niet gehad. Wacht. Let op. Ik kan nu misschien zien, hè. Let op. Jawel. Lekker, waar stond hij? Kijk, oh, ik zie het al, ja, ik zie het. Wat wel, is dat een ding voor u, Mikker? Ja, dat is gewoon een glitch. Zijn wij gewonnen nu? Ja, nee, de laatste ronde. Oké, mensen. Oké, dat was een beetje potje mee. Ik heb een kill, hè, denk ik. Ik weet niet zeker. Okay. Oh shit, ik heb frontje. Ik heb behoorlijk kampvuur gedaan. Okay, Buk, ik neem Buk, man. Ons teammate is echt slecht, ik heb 0 kills. Heb ik een kill? Ja, ik heb er 1 en ik heb er 7. Oh, ik weet niet waar ik dat kan zien, maar... Gewoon nu touchpad klikken. Nee, bij mij staat er bij kill 2. Ah nee, dat is een mikkertje, is een kill zeker. Ja. Wat is dat doodshoofdje al? Dead. 2 en je 2.
En is dus dat handje assist? Ja. Ik heb 1 assist, jij 2. Oké, het zal nu al ergens boven zijn of op de gelijke snoer, zoals dat kan. Ja, nu kan het terug overal zijn, omdat... Er loopt weer dudes, dus volgens mij hier. Ja, ik heb eentje, ik heb een bom. Lekker. Oh, lekker, dit is een goede bom, dit is een makkelijke. Allee, makkelijk. Yes, ik heb ook diffuser, dat is ook nice. Top, man. Smet misschien in de volgende bomkamer komen? Ja. Maar hij is net, heeft me net gebroken. Ja, maakt niet uit. Ik denk dat ik weet dat de andere bom is. Ik ben ja, als die moeten bekijken. Ja, maar ik ook. Oh, maar die klootse vijand, die begint in die vijand te rijden. Waardoor die dood is ook. 10 seconds. Ik klik voortin. Ja. Maar zet na dit potje kerkbeam in het Engels. Oké, kom. We hebben wel nog één bom staan. Ja, maar ik ga via meerweg daarnaartoe. Ja, ik ga mee gaan. Nee, hij moet juist mee gaan met onze teammate. Oké, maar die teammate gaat mee met jou. Oké, maar jullie moeten niet langs dezelfde huis. Ja, dat kan ik niet aan doen, dat deze teammate... Ja, ik weet, ik zeg toen niet naar hem. Ja, dat weet ik. Ik moet naar beneden gaan. Zeg me als er mensen bij zijn, je bent ontdekt, wat betekent dat? Omdat die weten waar ze zijn. Hoe? Dat kan niet. Door gadgets of zo van hen. Ik denk bang dat hij erop zit. Maar die teammate achtervolgt me, man, is fucking irritant. Ik weet niet eens wat andere mannen zijn. Zeg maar als iemand bij is of zo, als iemand iets in. Maar heb je de diffuser? Ja, maar even stil, ik weet waar mensen zijn. Oké. Ja, Ben. Let op! Die teammate me aan mijn kant aan. Ik plant. Nee, ik ben soort dan bij jullie, denk ik. Ja. Ja, we hebben gewonnen. Jongens, ze zijn gewonnen de eerste video. Oké, mensen. Hier ga ik bij afsluiten. Dank u wel allemaal om te kijken naar deze gloednieuwe video. Van Rainbow Six Siege. Denken jullie echt dat het een leuke serie kan worden? Vergeet dan niet natuurlijk niet te liken. En het te zeggen in de comments en zo. En dan heb ik nog één ding te zeggen.